leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie weer een dagje meenemen. Niet de vakantievoorbereiding, maar een normale video waarbij ik ga trainen en gewoon een beetje ga laten zien wat ik eet. Eind deze week zal er nog een vakantievoorbereiding, de laatste, online komen. Als eerst ga ik even wat drinken. Koffie. En twee broodjes met kipfilet. Vandaag ga ik willen proberen deadlifts en squats weer een beetje op te pakken. Want deadlifts doe ik eigenlijk nooit. Dat zei ik ook al bij de 1RM, bij hoe sterk ben ik video. En die wil ik eigenlijk een beetje oppakken en steeds een beetje het gewicht proberen te verhogen. Geen 1RM dingen, maar gewoon 5 reps ongeveer. En bij de squats, ja, het is vandaag zondag, dus ik wil gewoon een beetje rustig aandoen eigenlijk. En gewoon een extra dagje pakken. En dan kunnen we morgen weer fresh beginnen. Waarmee we gaan beginnen is de deadlift, wat ik zelf altijd chill vind. Mijn voeten goed onder de stang, zodat de stang dicht bij je blijft. En dan hou je je schouders gewoon gelijk met je lichaam. Dus gelijk met de stang, dus niet overheen buigen, maar gelijk. En dan trek je hem recht omhoog via rechterrug. We gaan dus niet per se zwaar gewicht doen vandaag, we gaan gewoon rustig oppakken. We pakken gewoon rustig squats, rustig deadlifts, daarna nog wat weighted pull-ups. Zo gaan we het hele rijtje gewoon een klein beetje af. Best oké, okay. Nu pakken we deze erbij. Weet de pull-ups, dus net 2. Deadlift en squat was best heavy, deed niet te gekke dingen. Maar nu pakken we de pull-ups erbij en dan gaan we daar even goed mee knallen. Die ring leek net Juni van Gelder houden, echt gewoon pauw, pauw, pauw. Dus dat ging best goed en dat is goed voor de afwisseling. En je hebt ook heel veel stabiliteit nodig. Je zag me schommelen alle kanten op. Ja, het is gewoon zo heavy en het is veel anders dan normale dips. Ik wil nog even kijken hoe ik er nu uitzie. Laat me in de comments weten als jouw handen er ook zo uitzien. Druiven, kwark, energy, energy. Last but not least, cola. Ga even deze cola drinken en deze druiven oppeuzelen. De hele bak op eten. Het is weer tijd om wat te eten. En ik ga deze kwark met hagelslag eten. Deze shake beker. Ga ik niet eten, maar de shakebeker met melk ga ik maken met creatine, monohydraat, zonder smaak. En de MyProtein
chocolate brownie. Ik ga nog even 4 rijstwafels eten met 1 plakje kaas. En nog een heel bakje kwark. Avondeten ga ik nog even wat nasi eten. En 2 broodjes. 1 met pindakaas en 1 met normale kaas. Dit was dus een vrij saaie zondag. Ik ga nog zo meteen even wat voetbal kijken. En ik had net ook al voetbal gekeken. Binnenkort ga ik de deadlifts ook een beetje verhogen als we weer wat meer eten. En het squats natuurlijk ook. Maar dat komt dus binnenkort. Like in ieder geval de video als je hem leuk vindt. Abonneer je beneden. En dan zie ik je uiteraard weer in de volgende video. So great for my city. I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I